Hallo allemaal. Lieve Yusuf Burbi Condita, boek 1, paragraaf 15, alinea 7-8. Vorig stukje ging dus over Romulus zijn goddelijkheid in oorsprong en in de regeerperiode en in dood. Eigenlijk, na zijn dood, hè, dus goddelijkheid. En dit stukje, klein stukje maar nog, over zijn, ja, wat zijn nalatenschap ook wel en over. Over zijn karakter een beetje. Maar goed, lezen verder. Ab illo enim profecto viribus datis, tantum valuit ut in quadraginta de indanos tutam pacem haberet. Onderwerp is even veranderd van Romulus naar de stad Rome zelf, omdat er aan het eind van het vorige stukje, kijk maar hier, werd er ook gesproken over urbis. En dan is het logisch om even van onderwerp te wisselen. We zien in het begin meteen een ablativus absolutus, viribus datis. Viribus, letterlijk, komt niet van, let op, komt niet van ver, man, maar van vis. Vis, meervoud vires, ablativus viribus. Ver, meervoud viri, ablativus viris. Hou dat uit elkaar. Datis, uiteraard van PPP, van daar, hè, dus gegeven. Dus PPP, dus nadat, viribus krachten, en dan datis gegeven waren. Aan de stad uiteraard, hè, aan Rome. Ab illo. Zo'n passivum met ab is altijd ab, wordt het altijd door. Dus door hem, door die dus, door Rome dus. Immers, profector, zeker. Dus, want zeker, of immers, hè, dus, want zeker nadat, of misschien beter omdat, door hem krachten waren gegeven. Aan die stad, uiteraard, moet je erbij denken. Tantum valuit, was ze sterk, hè? Valeren, perfect om hier valuit, betekent sterk zijn, dus was ze sterk. Tantum was ze zo zeer sterk, oftewel was ze zo sterk, ut, tantum ut, dat ze, zodat ze in 40 vervolgens jaren, hè, gedurende de 40 jaren deende, daarna, een veilige vrede had. Haberet, cognitief imperfectum van haberen, achterhoed uiteraard, geeft een gevoel aan, hè. Dus had, dat ze een veilige vrede had. Interessant dat hij dat zo opschrijft, dat bedoelt wordt natuurlijk een vrede waardoor het veilig was, oftewel een veiligheid en vrede, maar hij schrijft het op met veilige vrede, dat is wel leuk gevonden. Die 40 jaar daarna, na zijn dood dus, dat is de regeerperiode van de tweede koning, dat is dus Numa Pompilius, een Sabijn die helemaal geen zin had in oorlog voeren, maar alles op religie gooide. En het staat ook wat in ons examenboek over, maar doordat hij daar zo mee bezig was, werd het volk veel minder geïnteresseerd in oorlog voeren. En de omliggende volkeren dachten ook, wauw, die zijn religieus bezig, dat mochten we eigenlijk niet verstoren. Dus ook buitenlands, van buitenaf kwam eigenlijk veel minder bedreiging. Dus interessant is dat hij dus nu hier dat eigenlijk op de konto schrijft van Romulus. Terwijl later in zijn werk vertelt hij ons ook dat Numa Pompilius daar heel erg aan heeft bijgedragen door juist in te zetten op vrede en niet op oorlog voeren. Dus, maar goed. Blijkbaar is het belangrijk genoeg om te stellen dat je daar eerst een krachtige staat voor moet zijn om dat te kunnen willen of zo, hè, vrede hebben. Valera was krachtig die staat. Dan komt het onderwerp weer eventjes bij Romulus te liggen. Multitudinitam et gratior fuit is onderwerp Romulus. Quam patribus longe ante alius acceptissimus militum animis. Dativus, voor de menigte of aan de massa. Toch, of echter, fuit was hij, Romulus dus, gratior geliefder, gratus, geliefd, gratior comparativus, vergrotende trap, kwam geliefder dan patribus, ook dativus, dus beide vaders, daar wordt mee bedoeld de senatoren, patres, dat zijn gewoon de pater familias, dus de vader van des huizes, de hoofden van de clans, als het ware, die samen in de senaat zaten, dat waren dus de senatoren. Dus hij vertaalt het liever met senatoren. Dus hij was geliefder bij de massa, echter, dan bij de senatoren. Echt een koning van het volk dus. Een asyndeton hier. Bedoeld wordt maar. Ante alios, voor de anderen. Voor, meer nog dan bij de anderen. Bij alle anderen.
was hij longe acceptissimus, was hij verreweg het meest geaccepteerd, ofwel ook weer geliefd, hè? Meest dierbaar, een overtreffende trap van acceptus, bij, ook weer datiefs erbij, animis, de geesten, de harten misschien, militum, genitiefs van miles, milites, van de soldaten. Maar verreweg het meest voor alle anderen, dus nog was hij dierbaar, dus, was hij, mag je aanvullen, zijn lips natuurlijk, bij de harten der soldaten. De soldatenkoning. En er wordt nog eens een keertje iets uitgelegd. Trecentos qua armatos ad custodiam corporis quo sceleris capellavit non in bello solum in sete netiam in pace habuit. En 300 gewapenden, gewapende mannen, dat is natuurlijk een zelfstandig gebruikte PPP hier, van armaren bewapenen. 300 bewapenden of gewapenden ter bescherming van zijn lijf. Dus voor bescherming van zijn lijf, dus maar ter bescherming van zijn lijf, oftewel als lijfwacht, die hij de snellen noemde. Ja, dan heb ik de hele tijd habuit uitgesteld, maar moet je zeggen, had hij. Hè? Had hij, of hij had, kan je ook aan het begin zetten, die 300 gewapenden ter bescherming van zijn lijf, die hij de snellen noemde, Kelares, hè, snellen, en die er zelfs aan gebruikt, de snellen noemde, met hoofdletter. En had hij non in bello solum, niet solum alleen in bello, in oorlog, sedetiam in pace, maar ook in vredestijd. Er zijn wel in latere tradities voorgesteld dat Romulus een tiran zou zijn geweest. Daar zien we hier een klein beetje een aanleiding voor. Hij was dus natuurlijk niet heel erg geliefd bij de senatoren. Hè. Dus interessant is dat die, wat we dus bijvoorbeeld later bij de zevende koning, bij die Tarquinius Superbus ook zien, dat hij echt dat de senaat helemaal buiten spel zet. Dat zien we hier al een beetje matigjes ontstaan. De Romulus heerst met harde hand eigenlijk over zijn stad. Met name is hij geliefd bij de soldaten die heersen samen met hem. Want hij heeft dus die ook, daar 300 van, heeft hij als lijfwacht genomen. Dus hij was zeer geliefd bij hen. Dus het was echt een soldatenkoning. Misschien een aanzet voor een tiran. Je weet niet van dat het zaadje is hier geplant als het ware. Goed, qua stijl verder niks te melden. Dus op naar de volgende video. Tot dan!